Mitja Pauw is een van de nieuwe spelers van RKC. De 23-jarige Amsterdammer speelde in de jeugd bij Ajax en vertrok daarna naar Veendam. Aan Pauw vertelt zelf hoe hij bij RKC terecht is gekomen. Nadat Veendam failliet ging, trainde ik bijna een maand mee met Groningen. Het zat gewoon uit dat ik naar Groningen zou gaan. Maar op het laatste moment kreeg ik een aanbieding van RKC. Ik ben op een gesprek geweest. En het was een goed gesprek. En op het laatste moment heb ik toch RKC gekozen. Ik kon naar dus ik zeg Groningen aanbieding gekregen. Gold Eagles had gemeld, RKC. En een paar Jupiler clubs. Maar ja, ik wou natuurlijk hoger op. Dus ja, dat was meer of Groningen of RKC. Ik had een goed gesprek gehad met de trainer. Met de technisch directeur. Ik ben hier gekomen, had een rondleiding gehad. En ja, het sprak me meer aan als Groningen, om zo zeggen. En ik dacht ook meer dat ik hier meer kansen moet spelen. Dus vandaar RKC. Vertel ons eens, hoe is het bevallen tot nu toe? Ja, zoals ik al een beetje gedacht had. Ik dacht al in het begin van, ik zal in het begin moeten wennen. En dan langzamerhand zat ik me steeds meer zullen moeten gelden. En ja, ik heb eindelijk voor het eerst in de basis gespeeld. En ik hoop dat ik dan nu kan verder bouwen. Je moet het ook vaak doen met invalbeurten. Is het voor jou niet een beetje een teleurstelling? Ja, teleurstelling. Maar niet echt. Ik had me een beetje op ingesteld dat ik er niet in de basis zou beginnen. Dat ik hier naartoe zou komen, want ja, ik kom voor Jupiler League. Maar in de loop van het seizoen dan moet je wel naar de basisplaats toewerken, laat me zo zeggen. En nu hopen dat ik die lijn door kan trekken en dat ik in de basis kan blijven. Als je het vergelijkt met de Eredivisie, hoe is het niveau, niveausverschil? Ja, het niveauverschil heb je nog wel qua balbezit. Maar in de Jupiler League heb je toch meer dat er één op één wordt gespeeld. Meer lange ballen en toch iets meer strijd hebt. Maar qua voetballen op zich is het niveau van de Eredivisie toch wel wat hoger, om zo te zeggen. Nou, weet ik dat je uit Amsterdam komt. Amsterdam ligt behoorlijk uit de route hier. En dan kom je toch in Waalwijk terecht. Ga jij elke dag op en neer? Ik ga meestal op en neer. We carpoolen vaak. Ik, Schet en Slager. De ene dag rijd ik, de andere dag rijden hun weer. Dus qua rijden valt het mee, want je voelt het niet elke dag. Dus ja, het is wel te doen. Wat verwacht jij van dit seizoen? Wat ik verwacht van het seizoen? Ja, eerste doelstelling is er zo om erin te blijven in de Eredivisie natuurlijk. En dan voor mezelf dat ik in de loop van het seizoen een basisplaats heb in principe. Dus dat zijn mijn doelstellingen dit seizoen.